Ergens, heel ver weg van de Randstad, zijn de communisten nog steeds een hele grote partij. En daar strijdt de Che Guevara van het noorden tegen sociaal onrecht, tegen werkloosheid en tegen krimp. Ja, Engel, ik vind het wel apart hier dat we hier zo omringd zijn door Che Guevara-posters en zo. Dat ken ik eigenlijk meer van, ja, jongens van 16 vroeger, hè? Ja, nou ja. Had ik zelf ook. Ja, en nu niet meer. Nee, nu niet meer. Nee. Ja, goed, dat zijn je principes die je hebt. He? Er zijn mensen die gooien hun principes overboord. Simpel. Ben je echt nog communist? Ja, absoluut. Ja? Ja. Nou, dat is heel mooi. Mensen, ja, er is ook wel veel gemoord in de naam van communisme. Hè? Ja, maar ook in andere landen is veel gemoord. En er wordt nog veel gemoord in andere landen. Hè? Ik ben ook niet zozeer van de Sovjet-Unie. Ik ben meer van Cuba. Oké. Okay. Ja. Ja, Fidel Castro, dat was ook een dictator, toch? Ja. Dat was een goeie. Maar goed, met vakantie, dan mag ze voor mij die stembelbiljetjes wel hebben dan. Ik vind dat op de rood eigenlijk wel een klein beetje wat dus. Van de rest, dat geloof ik allemaal. Ze zeggen ja en nee. Doe. Wat vind je eigenlijk van Jesse Klaver of zo? Wat vind je nee, daar moet ik niks van hebben, die jup. Ja? Nee. En Lodewijk Asscher? Nou, helemaal niet. Hou op zeg. Ja? Ja, Alexander Pechtold dan? Oh nee, nee. Je weet toch ook dat die Pechtold een mooi appartement heeft gekregen? Bent u eigenlijk bang dat die affaire rond uw appartement in Scheveningen, dat nog een beetje na gaat sudderen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? Als u uw mond erover houdt, niet, nee. Engel, we gaan zo naar het gemeentehuis. Waar moet je dan naartoe? Nou ja, we gaan proberen iemand te helpen die scheuren in de woning heeft. Mensen die geholpen worden, die moeten verplicht drie keer internationaal zijn of zo? Nee, wij kijken ook niet naar politieke overtuiging. Dat maakt ons niet uit. Denk om die lekker hier te polen. Die trillingen die worden dan veroorzaakt zeg maar, door zwaar verkeer. Ik vind eigenlijk dat nou eindelijk wel eens een keer een oplossing moet komen. Vond die meneer het fijn dat je erbij was, of niet? Jawel. Ja? Jawel. Ja, zeker. En gaat hij ook op jou stemmen nu? Dat denk ik wel, ja. Bent u dan nooit bang dat Engel in één keer de revolutie uitroept hier in Winschoten? Nee, want kijk, wat hij wil, namelijk die sociale agenda en perspectief en werk, dat willen een heleboel partijen bij ons in de raad. Maar maak je het ook niet lastig voor jezelf dan, doordat je nog steeds zegt, ik ben een communist en ik blijf een communist? Nee. Je zou bij de SP kunnen gaan of zo. Oh nee. Je blijft een communist? Ja, absoluut. Tot in de kist? Ja, tot in de kist en daarna ook.